Hi, welkom bij een yinles vanuit Schors & Wellness. Deze yinles beginnen we zittend, met de aandacht brengend naar de adem, navoelend door je lijf heen, een beetje rust brengend in je lijf, een beetje ontspanning en verzachting. En vanuit daar langzaamaan misschien ook een beetje meer rust creëren in je hoofd. En verderop in de les maken we dan gebruik van een bolster. Als je dat hebt, zo niet, dan volstaat een dik, stevig kussen ook helemaal prima. Vanaf de bank of de slaapkamer. En een vliesdekentje is misschien handig in de buurt. En zorg dan dat je wat ruimte hebt om je heen, zodat je een beetje kunt bewegen. En dan kom je lekker zitten. Kruis je je benen zoals je past. En laat je je handen zachtjes landen op je knieën, je bovenbenen. Lange rechte rug, kruin iets op. En sluit je, als je dat nog niet gedaan had, rustig je ogen. En met het sluiten van je ogen sluit je je even heel bewust af voor alles om je heen. En dan stel je eerst even je zintuigen gerust. Door alles waar te nemen wat zij kunnen waarnemen. Geluiden. Geuren. Hoe je zit. Dus de kracht die je gebruikt om rechtop te blijven zitten. Ontspanning door je lijf heen. En dan adem je een keer rustig maar diep in door je neus. En geef je het weg met een zucht door je mond. Adem rustig maar diep in door je neus. En geef het weg met een zucht door je mond. Laatste keer adem rustig maar diep in door je neus. En met die zucht laat je alles los wat je niet meer kunt of wil gebruiken. En dan sluit je langzaam je mond en ga je naar een in- en uitademing door je neus. Met wel datzelfde ritme, de vertraging in je adem. Adem langzaam in zo'n 3 tot 4 tellen in. En rustig in zo'n 3 tot 4 tellen uit. En daarmee maak je de ademhaling het belangrijkste wat er is. Want juist die adem brengt ruimte, geeft kracht, brengt energie. Maar ook de verzachting, de ontspanning en het een beetje loslaten. En langzaamaan volg je cirkels van adem door je lijf heen in gedachten. Beginnend vanuit je buik. Rustig de ruimte vindend richting de top van je borst. En weer langzaam laten landend lager onder in je buik, bekkengebied. Heel bewust observerend wat er gebeurt met de ruimte omhoog. Niet alleen richting die top van je borst, maar ook meer zijwaarts naar je flanken. En als je langzaam loslaat, wat gebeurt er dan met de spanning? Misschien in je schouders, in je armen, in je gezicht. Kun je langzaamaan misschien nog een beetje meer landen, nog een beetje meer loslaten, nog een beetje meer ontspannen. Zonder dat je de kracht en de ruimte verliest om toch rechtop te blijven zitten. Misschien een beetje heen en weer wiegend, kleine cirkels draaiend vanuit je koor. Geef jezelf echt even dat moment voor die rust, voor die ruimte. En op een volgende inademing neem je dan je armen langs je oren hoog. Grote cirkel zijwaarts op. Boven je hoofd je handen samen. En dan eindig je langzaam terug. Handen en kin naar je borst. Inademen met armen langs je oren hoog. Grote cirkel zijwaarts op. En uitademen eindig je terug met handen en kin naar je borst. Laatste keer inademend. Alle lengte, alle ruimte omhoog. Rijk en kijk misschien iets op. En uitademend eindig je terug met handen en kin naar je borst. Duimen naar je borstbeen, je hart erachter. Kin blijft een beetje in de buurt van je borst. Misschien zet je een intentie voor jezelf, voor iemand anders. Neem je intentie mee de rest van de week in. Vanuit daar laat je je handen dan langzaam landen op je knieën, je bovenbenen. Open je rustig je ogen of je houdt ze zacht gesloten. En neem je hoofd langzaam op naar neutraal. En dan gaan we naar een eerste houding, een hartopener. En daarvoor gebruik je het kussen. En dat leg je op de mat achter je neer. Het lage deel van je rug komt in contact met de mat. En dan zijn er een aantal manieren waarop je je benen kunt houden. Heb je je ruimte en voelt het goed, dan kun je afrollen naar beneden. Over de mat heen, zodat ook je achterhoofd in contact komt. En hangt dan je hoofd iets meer naar achter, misschien leg je er dan nog een handdoekje op. En dan of plaats je je voetzolen tegen elkaar en neem je armen lekker even zijwaarts.
in een kleinere V of in een iets grotere V. Als je maar goed en voldoende kunt ontspannen in je schouders. Of als dat te veel spanning geeft in heup en knie, schuif je je voeten meer naar de rand van de mat. En heb je alle ruimte en wil je misschien aan een kleermakerszit, dan kun je ook je benen nog kruisen in een kleermakerszit. En dan voel je heel even na hoe je ligt. En dan adem je een keer rustig maar diep in door je neus. En laat je het even los met een zucht. En land je even in de houding. Land je even nieuw terug in een nieuwe houding in je lijf. Navoelend of je lekker genoeg ligt om vanuit hier even de verstilling op te zoeken. Ogen zachtjes gesloten, geen spanning in je gezicht. Achterhoofd zwaar laten wegend. Ruimte naar de top van je borst. Ontspanning naar je armen. Ontspanning naar je polsen, je handen en je vingers. Ontspanning naar je bekken. Je billen, je bovenbenen. Je knieën, je enkels, je voeten en je tenen. De ruimte rond je buikgebied. De ruimte rond je hartgebied. Laat je de energie van de houding even lekker stromen. En je lijf even met rust. Wil, hoef, moet en vraag even niets van je lijf. Geef je over aan de houding, over aan de zwaartekracht. En voel heel bewust na. De delen van je lijf die contact maken met de mat. De delen van je lijf die contact maken met het bolster, met het kussen. Is je bewust van de zachtheid in je gezicht? Ogen zachtjes gesloten. Kaken ontspannen. Geen frons op je voorhoofd. Wangenlippen zacht. Geen spanning in je schouders. Geen spanning rond je nek of je keelgebied. Ruimte naar je flanken. Voel de wervels van je rug contact maken met het bolster. Je bewust van de zwaarte van het bekken, van je billen. De zachtheid en de ontspanning in je buik. Ontspanning naar je bovenbenen. Je knieën. Je kuiten, je schenen. Je enkels. Je voeten en je tenen. De eerdere langzame uitademing laat je nog een beetje meer los. Geef je je nog een beetje meer over aan die houding, aan die zwaartekracht. Wordt het langzaam misschien toch wat onrustig in je hoofd. Keer je weer heel bewust terug naar het navoelen van je lijf. De zwaarte van je lijf. En de mat. Bolster of kussen. Of je neemt je aandacht naar de adem. Observeer wat er gebeurt met die ademhaling in die totale rust. Volg de cirkels van adem met aandacht door je lijf. Vanuit je buik richting de top van je borst. Voel ook wat er gebeurt als je uitademt. Heel bewust. De wervels in je rug. De spieren en de weefsels. Aan de achterzijde van je rug. Misschien ontspannen ze nog een beetje meer. Verzacht je ze nog een beetje meer. En zo blijven we nog een rustige in. Een langzame uitademing hier. Voor je rustig aan weer wat beweging terugbrengt in je lijf. Beginnend met je voeten en je benen. Langzaam schuif je ze een beetje meer terug richting je mat. En dan op het midden van je mat
stap je je voeten ongeveer heupbreedte, knieën wijzen omhoog, misschien wieg je een beetje heen en weer met je knieën. En dan rol je langzaam naar de rechterkant van je bolster of je kussen af. Heel rustig naar je zij. Gebruik je je rechterarm misschien een beetje als een kussentje. Vang je jezelf langzaam een beetje op en dan voel je alleen maar even na. Op die rechterzij. Ontspanning nog steeds door je lijf heen. En zonder haast kom je dan langzaam overeind. Gebruik je je linkerhand. Schuif je linkerbeen iets verder bij je weg. Je rechterhand erbij. En kom je rustig aan naar de voorzijde van de mat. En dan neem je je voeten even heupbreedte. Je handen heel even achter je. Vingers wijzen naar je heup of iets zijwaarts. En laat je langzaam je knieën even vallen naar links en naar rechts. Geen spanning in je nek, geen spanning in je schouders. En misschien blijf je aan één kant iets langer hangen voordat je doorrolt naar de andere kant. Maar geef je lijf dat vanzelf wel aan of het de behoefte heeft om iets sneller of juist nog iets langzamer te bewegen. En dan breng je de beweging in het midden langzaam tot stilstand. En dan neem je dat dikke kussen of dat bolster achter je vandaan en dan breng je het naar de voorzijde van de mat. En dan gaan we naar een forward fold, butterfly. Voetzolen breng je zachtjes tegen elkaar aan. En dan breng je het kussen onder je kuit en je scheen. Met je handen glij je dan over je benen heen. En dan plaats je of je handen een beetje meer naar de voorzijde. Of je plaatst ze kruislinks, misschien op je voet. Misschien blijf je iets hoger, omdat er wat minder ruimte is. Breng je je kin langzaam een beetje meer naar je borst. En dan vind je weer even die houding waarin je wel een paar minuten zou kunnen blijven. Misschien wieg je eerst nog wat heen en weer, even navoelend of je lekker genoeg zit. Of dat je nog iets wil aanpassen in die houding. En dan adem je weer een keer rustig maar diep in door je neus. En geef je het langzaam weg met een zucht door je mond. En dan geef je je opnieuw weer over aan de houding. Over aan de zwaartekracht. Maak je je hoofd zwaar, kin in de buurt van je borst. Ontspan je in je schouders. Ontspan je langs de wervels in je rug. Lager in je rug naar dat bekken. Voel je je zitbotjes richting de mat. Ontspanning in je bovenbenen naar je knieën. Voel je de ondersteuning aan je kuit en je scheen vanuit het bolster of het kussen. De zijkant van je voeten richting de mat. Je handen op de mat, misschien in de buurt van je voet of rustend op je onderbenen. En dan voel je weer even na, door je lijf heen. De energie die de houding brengt, die je vraagt, de kracht om je vooroverbuiging te blijven zitten. En vanuit daar ook die ontspanning, die verzachting, dat loslaten. Dus voel de balans in je lijf tussen waar je de kracht nodig hebt en gebruikt. En heel bewust het loslaten en verzachten. Voel het verschil. En zoals we aan de practice begonnen. Die milde dekbend, die opening naar dat hartgebied. En nu die forward fold met die ronding in je rug. Nog steeds die ontspanning in je schouders, in je armen, in je gezicht. En soms geeft je lijf en die houding dan aan dat er ruimte is voor verdieping. Dan kom je langzaam een klein beetje verder in die houding. Vanuit daar zoek je dan weer die verstilling en die ontspanning, die verzachting. Laat je weer rustig los, hoofd lekker hangend. Voel je de ademhaling weer door je lijf heen. Inademend nog steeds vanuit het buikgebied.
Gaat de adem omhoog naar die top van je borst. En uitademend laat je hem weer langzaam landen via de achterzijde van je rug, je flanken. Observeer wat er gebeurt met die adem door je lijf. In die forward fall. Observeer wat er gebeurt met de opening naar je heupen, je liezen. De ontspanning naar je armen, je polsen. Je handen, je vingers. Naar je benen, je knieën, je enkels. Je voeten en je tenen. Steeds opnieuw. Je heel bewust van de houding. Je heel bewust van dat moment hier en nu op de mat. Wat je voelt. Neem alle sensaties waar. De prikkelingen, de tintelingen. Soms misschien slapende gevoel. Dus wees je bewust wat er gebeurt met die energiestroom door je lijf heen. En blijf je dan nog steeds overgeven aan die rust, aan die ruimte, aan die ontspanning, aan die verzachting, aan die verdieping in je houding. En dan blijven we ook hier nog een rustige in- en langzame uitademing. Voordat we weer langzaam uit die houding overheen komen. Inademend langzaam, iets opkijkend, iets wegliftend. Rol je met een volledige aandacht voor die beweging. Helemaal door omhoog, kruin weer iets op. En dan stap je langzaam je voeten over het kussen of het bolster heen. En dan breng je dat even naar de zijkant. En dan breng je je handen weer even naar je heupen. Voeten weer een klein beetje meer op het midden van de mat. En langzaam voel je even na. Misschien heen en weer wiegend. En voelt dat niet prettig. Dan kun je ook altijd navoelen iets meer in de verstilling. Ontspanning in je knieën. Rechtop zittend, misschien met je kin naar je borst, ontspanning in je armen, navoelend in je rug of juist je kruin iets opbrengend. Dus voel het heel even na, nog steeds vanuit die zachtheid, die ontspanning. En dan gaan we door naar die volgende houding, nog steeds een zittende houding. Breng je rechterhand naar je knie. En dan leun een klein beetje naar links en breng dan je rechterknie zijwaarts. En geef dat te veel spanning in die rechterknie of in dat heupgebied of naar die linkerknie. Dan kun je altijd een dekentje onder je linkerbeen brengen. Voet blijft mooi ontspannen, valt misschien straks een beetje naar links of rechts. Of je brengt je rechterknie iets dichter naar de binnenkant van je linkerbeen. En voelt dat nou ook niet goed, dan kun je ook altijd nog kiezen voor de optie van die rechtervoet aan de binnenzijde van je bovenbeen. En gaat dat been dan rechts zweven en voelt dat niet prettig, kun je daar altijd je bolster of je kussen nog onder brengen. En is er wel de ruimte, dan neem je dus je knie wat verder bij je vandaan. Die rechtervoet is ontspannen, tenen wijzen over de mat, een beetje met je mee. Sommige mensen vinden het fijner om die voet te flexen. Maar dat geeft meteen meer spanning naar de voorzijde van je benen, naar je heup. En langzaamaan breng je dan je handen in het midden tussen die beide benen in, een beetje zijwaarts. En dan voel je heel even na. En voelt het prettiger om hier een bolster te nemen. Dan neem je er een bolster of je kussen ertussen. En dan kom je lekker over dat bolster of die kussen heen. En dan breng je je kin richting je handen of je neemt je hoofd lekker zijwaarts. En dan zorg je ervoor dat je nog volledig de ruimte hebt om te ademen. Heb je dat bolster niet nodig, is de ruimte genoeg. Kom je langzaam een beetje meer naar beneden. Ook hier kun je dan de zijkant van je gezicht weer richting de mat nemen. En als je dan weer navoelt dat je lekker genoeg in die houding bent, dan adem je weer een keer rustig maar diep in door je neus. En dan geef je het weer langzaam weg met een zucht door je mond. En dan land je weer in de houding, weer navoelend alle delen van je lijf, die contact maken met de mat.
misschien met het bolster en het kussen. Zoek je de ontspanning in dat linkerbeen, die linkervoet, die linkerknie, je heup, je bekken, je billen. Ontspanning in het rechterbeen. Ontspanning in je schouders, in je gezicht. En misschien je ogen weer zachtjes gesloten. Kaken ontspannen, wangenlippen zacht. Je heel bewust van je houding, van je ademhaling. Wat er gebeurt met die ademhaling. Als je iets verandert in je houding. Waar je weerstand voelt door je lijf heen. Staat er weerstand in je knie, in je rug, in je nek, bij je schouders. En wat kun je dan aan die ademhaling doen om die weerstand te verminderen? Kun je ergens misschien toch een beetje meer spanning loslaten? Je stiekem toch nog iets van spieren aangespannen in je benen, aan je voeten, in je rug of in je schouders. Kun je daar loslaten? Kun je je ook hier weer overgeven aan die houding, aan die zwaartekracht? Opnieuw weer landend in de houding, landend op je mat. De energie die weer anders stroomt door je lijf. Misschien neem je weer andere prikkelingen waar, andere tintelingen, andere sensaties. Wordt het in deze houding opeens onrustiger in je hoofd? Heb je het gevoel dat je misschien in deze houding iets meer wil gaan bewegen of uit die houding wil komen? Kijk dan of je er toch nog een rustige in- en uitademing kunt volhouden. De aandacht terugbrengend naar wat je voelt door je lijf. En misschien wel naar wat die onrust creëert. Misschien vind je vanuit daar dan ook weer de rust om toch nog iets langer in die houding te blijven. Rustig in en langzaam uitademend. Observerend. Navoelend. Zonder een oordeel. En langzaamaan komen we dan ook uit deze houding rustig, opnieuw met weer die ruimte, die zachtheid en die aandacht. En dan leun je een klein beetje meer naar die linkerkant. En dan gaat je rechterhand naar je voet. En dan help je jezelf een klein beetje meer naar voren. Schuif je het bolster even zijwaarts. En dan klop je lekker je benen even los. Of je wiegt ze heel even heen en weer. Misschien kom je weer even naar die whispers pose. Langzaam een beetje heen en weer. Wiegen met je knieën naar links en rechts. Misschien draai je even een rondje met je voet. En dan ga je langzaam door naar die andere kant. Misschien wil je aan deze kant ook wel je bolster of je kussen gebruiken. Dus dan verhuis je het even naar de andere kant. Leun je een beetje naar rechts. En dan gaat ook hier die linkerknie weer in lijn bij je vandaan. En dan blijven die rechtertenen iets vrolijker. Die langzaamaan een beetje meer verzachten als je in je houding komt. Voelt het hier nou echt niet goed? Krijg je hier opeens al spanning bij het uitbrengen van dat linkerbeen? Dan breng je hem weer iets dichter naar dat rechterbeen toe. Misschien gebruik je wel een dekentje aan deze kant omdat dat prettiger voelde. Of leg je hier juist die linkervoet naar de binnenkant van je rechterbeen. En vanuit daar neem je dan je houding aan. Ontspannend en verzachtend, met of zonder bolster. En er is geen goed of geen fout in de houding. Er is alleen maar de ruimte en zoals het nu goed voelt en past bij je lijf. Dus geef je dan ook echt over aan die houding. Geef je dan ook echt over aan die zwaartekracht. Observeer en voel na. En kom dan weer in die houding. Loslatend door middel van die zucht. Observerend. En als je die houding hebt gevonden, loslatend. Navoelend hoe je zit. Opnieuw de delen van je lijf die weer contact maken.
er gebeurt bij je schouders, bij je armen, in je gezicht. Ogen zachtjes gesloten, kaken van het slot. Wangen, lippen zacht. Geen spanning in je nek. Geen spanning rond je keelgebied. Geen spanning in je armen, ellebogen, polsen, handen, vingers. Spanning in je rug, bekken zwaar, billen zwaar, zachtheid rond je buikgebied, voldoende ruimte naar je hartgebied, rustig in en langzaam uit te ademen. Spanning in je benen, knieën, enkels, voeten, tenen. Laat het allemaal lekker los, die energie opnieuw lekker stromen. In je lijf nog steeds met rust. Geef je opnieuw weer over aan die houding en die zwaartekracht. En neem ook hier weer de sensaties waar. De prikkelingen, de tintelingen door je lijf heen. Misschien voel je hier andere prikkelingen. Andere tintels. Andere spanning, andere weerstand. Misschien ontdek je dat je hier meer ruimte hebt, of juist minder. Voel het allemaal even na. Heel bewust met je aandacht blijvend bij het navoelen door je lijf heen. Wat de houding doet met je lijf. Zonder een oordeel over of hier nu wel of minder ruimte is. Rustig in- en uitademend, het liefst door je neus. Navoelend wat die cirkels van adem doen met de energie door je lijf. De ontspanning, de verzachting. De kracht en de ruimte. Iedere langzame uitademing laat je nog een beetje meer los. Neem je aandacht naar hoe je je voelt in je lijf. Wat voel je? Waar voel je het? En hoe voelt het? En dan blijven we ook nog een rustige in- en langzame uitademing hier. Hoe we langzaamaan ook hier een klein beetje meer terugkomen in die beweging. Met de ruimte en de aandacht voor je lijf kom je langzaam omhoog. En dan schuif je het bolster misschien een beetje bij je vandaan of het kussen. Leun je weer iets naar rechts en langzaamaan schuif je dan die hele linkervoet weer terug. En dan kom je heel even alsof je lekker op het strand zit. Het zonnetje is er al. Heel even uitwiegend, wiebelend, draaiend met je voet. Denk aan die schouders. Plaats je handen waar het past. Misschien even heen en weer bewegend. En een beetje omhoog liftend met je knieën. Voel het even na. Voel de houding even na. En vanuit hier gaan we dan helemaal door naar de volgende pigeon pose. Kom rustig naar je handen en naar je knieën. En bouw dan langzaam die houding af naar die pigeon pose met of zonder dat bolster gebruikt. Dus misschien... We gaan met de rechterknie voor het eerst naar voren. Gebruik je kussen of je bolster alvast aan die rechterkant. Linkerbeen gaat iets naar achter. Op de top van je tenen schuif je rechterknie een klein beetje meer achter die rechterpols. En wil je nou dat linkerbeen nog verder naar achter brengen, lift dan dat been en schuif op die tenen dat been nog iets verder bij je vandaan. Dus liever niet op je knie en dan over de mat. En dan voel je na... Je hiel aan de bovenzijde bij je lies, of er geen spanning ontstaat in die knie. Of je niet enorm veel gaat hangen naar één kant. Beetje is helemaal prima, maar je wil misschien niet helemaal landen op die rechterzij. Dus heb je minder ruimte, voelt het minder goed dan de punt van dat bolster onder je bil of je bovenbeen.
Geen spanning in je schouders. Loop je langzaam naar voren. En dan blijven die tenen in lijn met de mat naar achter wijzen. Dus geen sikkelvoet waarbij je voet een beetje naar binnen draait. En als je hem nog iets actiever wil houden, dan hou je je tenen links in de mat en wijs je heel omhoog. En dan kun je nog steeds wel wat ontspannen in die voet. En heb je nu ruimte en voelt het goed, dan kun je misschien met je hand je voet iets meer naar de voorzijde brengen. En als je geen bolster nodig hebt, dan laat je hem lekker aan de zijkant liggen. Of je brengt hem misschien naar de voorzijde en je komt er weer overheen. Of je gebruikt hem misschien met het puntje om je voorhoofd op te laten rusten. En je neemt je armen achter het bolster. Dus observeer even welke houding past, goed voelt. En dan laat je langzaam aan alles los. Adem je weer rustig in door je neus. Loslaat het met een zucht, land je weer in je houding. En observeer je en voel je weer na wat er gebeurt in die houding. Als je zo voor het eerst in die houding komt op de mat, voel je vaak al gelijk aan waar zit die weerstand. Zit die weerstand in je schouders? In je polsen, in je knie, in je bil, in je rug. En kijk dan opnieuw of je door middel van aandacht en langzaamaan heel bewust een beetje meer loslaten en ontspannen in dat gebied kunt verzachten, waardoor die weerstand wat afneemt. En je echt ook even tot rust kunt komen in die houding. Niet volledig hangend in je houding. Niet volledig hangend in je gewrichten. Dus je houding blijft altijd nog wel iets actief. Maar je zoekt opnieuw die balans tussen die inspanning en die ontspanning. Met aandacht blijvend bij je lijf, bij het navoelen van je lijf, het observeren van je lijf. Voordat we uit deze houding komen, blijven we hier nog een rustige in- en langzame uitademing. En ook vanuit deze houding creëren we dan langzaam in de vertraging. Weer een klein beetje meer ruimte in de druk op je knie, naar je bil, door rustig overeind te komen. En langzaam aan, een klein beetje te leunen naar rechts. En dan je hele linkerbeen naar de voorzijde van de mat te brengen. En dan je rechtervoet eronder langs. Even uitstrekken naar voren, wiebelend misschien met je benen. Misschien weer een klein beetje meer de ruimte zoekend. Misschien kom je even omhoog naar een tabletop en voel je heel even na in die knie, in het buikgebied. Niet een te actieve tabletop, dus laat je heupen misschien iets zakken. Begin een beetje in de buurt van je borst. En dan laat je langzaam die heupen weer terugzakken. En gaan we naar die pigeon pose aan de andere kant. Leun een beetje naar links. Dan breng je linkerknie alvast een beetje meer naar de linkerrand van je mat. Stek je rechterbeen bij je vandaan. En dan kom je weer een beetje meer in het midden. En wil je nu opnieuw dat rechterbeen weer verder bij je vandaan hebben, lift hem en schuif hem dan op die tenen iets naar achter. En dan laat je rustig die knie weer landen. En dan gaan of je scheen en wreef weer in de mat. Dus denk weer aan die sikkelvoet. Of je houdt hem weer een klein beetje actiever. En ook hier kun je er weer voor kiezen om je kussen of je bolster onder je te brengen. Als dat te hoog is, misschien je dekentje. En voelt het niet goed bij je knie, aan de voorzijde of juist aan de achterzijde. Dan kun je daar natuurlijk ook altijd je dekentje onder leggen. En als je dat al niet gedaan had, dan kom je lekker naar die houding toe. Observerend wat er gebeurt met de druk in die linkerknie.
En misschien kun je hier wel een klein beetje verder naar voren, als dat goed voelt. In die linkerknie, in je heup. Als je je scheen meer in lijn hebt met de voorzijde van de mat, flex dan wel een klein beetje meer in die linkervoet. Dan bescherm je de gewrichten en de banden rond je enkel en rond je knie. En voelt dat minder goed, dan hou je hem meer wat dichter naar je lies. En dan zoek je ook hier weer die ontspanning. Loslatend door middel van die zucht. Navoelend door je lijf heen. Verschil in de ruimte naar links en naar rechts. Observerend wat je voelt door je lijf heen. Ook in deze houding. Ga je lijf weer even na. Misschien bij je kruin. Verzachting in je gezicht. Achterzijde van je hoofd. Wervels in je nek. Ruimte, zachtheid rond je keelgebied. Ontspanning in je schouders. Ga dus weg bij je oren. Ontspanning in je bovenarmen, je ellebogen en je onderarmen. Je polsen, je handen en je vingers. Zacht over de wervels in je rug. Naar beneden naar het heupgebied. Verzachtend in de spieren en de weefsels daarlangs. Zachtheid rond je buikgebied. Ruimte rond dat hartgebied. De zwaarte van het bekken, je billen. De zwaarte van je benen. Voel de ontspanning helemaal tot naar de toppen van je tenen. Zeer weer opnieuw wat er gebeurt met die adem door je lijf heen. En als er weer ergens iets van weerstand ontstaat, iets van spanning, iets wat minder prettig voelt in die houding, voel je dan altijd vrij om natuurlijk een klein beetje meer ruimte weer terug te creëren in die houding. Dus blijf niet in die houding als het niet helemaal goed voelt. Maar voel je iets van weerstand zonder dat het pijn doet? Voelt het iets onaangenaam zonder dat het pijn doet? Dan kijk je of je nog iets langer in die houding kunt blijven. En de aandacht kunt brengen naar de adem. Het loslaten. En vanuit daar die weerstand dat beetje onaangename kunt laten afzwakken. Zodat je nog even in die houding kunt blijven. Net zoveel aandacht voor de opening. Naar die linkerzijde als naar die rechterzijde. En dan blijven we ook hier nog een rustige in- en langzame uitademing. Waar we langzaam ook vanuit deze houding weer terugkomen overeind. Creëer langzaam aan een klein beetje meer ruimte. Veilig. Omhoogkomend, zonder te veel spanning. Ergens in een gewricht. Leun je een beetje meer naar links. En dan schuif je langzaam die rechtervoet naar voren. En dan komt je linkerbeen eronder vandaan. En dan schuif je je voeten even tegen elkaar aan. Breng eens een klein beetje meer gesloten met je hielen naar je heup. Misschien een kommetje van je handen om je voet. En dan wiggel je jezelf op je zitbordjes iets meer naar voren. En dan vlinder je het misschien even uit. Ontspannen in je schouders. Nog steeds zacht in je gezicht. Nog steeds de rust vanuit je adem. Navoelen door je lijf heen. En dan eindig je de beweging langzaam tot stilstand. Breng je handen naar je knieën. En dan breng je je knieën rustig samen. En vanuit daar kom je een klein beetje meer naar het midden van je mat. En dan rol je rustig af naar beneden. Voeten even helemaal naar de voorzijde. Langzaamaan afrollend naar beneden. Koor ter ondersteuning. En heb je nu last van je rug, dan doe je het via je zij. Zoals we net ook van de bolster afkwamen, breng je je dan op je zij. En dan rol je rustig af. Met je rug richting de mat.
En dan voel je eerst even na. Voeten ongeveer heupbreedte. Laat ze even zijwaarts vallen. Neem je armen even zijwaarts. Voel je heel even na. Landend in de houding. Gaan we vanuit hier naar de voorlaatste houding, de gebroken kaars. Dan neem je je voeten omhoog richting het plafond. En neem je je armen lekker zijwaarts in een grote T. En vind je het heel prettig, dan kun je er ook voor kiezen om dat bolster of je kussen weer te gebruiken. Om iets hoger te komen liggen met dat heupgebied. Dus dan breng je dat kussen onder die heupen. En dan breng je je voeten omhoog. Als er dan maar geen spanning ontstaat in je nekgebied, rond je keelgebied. Deze houding kun je ook prima doen tussendoor, even lekker tegen de muur. En dan sluit je opnieuw je ogen. Dan breng je de beweging langzaam tot stilstand. En geef je je ook hier weer even over aan de zwaartekracht. Je bewust van de delen van je lijf die contact maken met de mat. Met het bolster als je dat gebruikt op je kussen. Zoek de verstilling door je lijf heen. Voel de zwaarte in je bovenlijf. De zwaarte van je schouders. Je schouderbladen richting de mat. De ontspanning door je armen. Ontspanning naar je handen. Vingers wijzen zachtjes iets op. Zachtheid rond dat buikgebied. Ook hier nog steeds de ruimte rond dat hartgebied. Die ruimte om die adem vrij te laten stromen door je lijf. Zodat die energie vrij door je lijf kan stromen. Observerend en waarnemend. Misschien komt er nu al een vermoeidheid naar boven. Ga je onwijs gapen. Dat is alleen maar een heel goed teken. Dat je volledig in de ontspanning bent en je even kunt overgeven. Maar wel nog die uitdaging om heel bewust in het hier en het nu te blijven navoelen door je lijf. Tintelingen, prikkelingen waarnemend. In je tenen, je voeten, je benen. Je knieën. Misschien gebeurt er iets lager bij je rug. Voel je iets naar je handen, je polsen. Misschien wordt je ademhaling langzaamaan nog wel iets langzamer. Vertraag je nog een beetje meer. Kun je nog meer loslaten. Nog meer verzachten. Ontspannen. Toch een beetje nog die kracht voelen die je in die houding houdt. Laat die energie weer door je lijf stromen. Laat je lijf steeds helemaal met rust in die houding. Navoelend, observerend. Niets moetend. Niets willend. Iets vragend van je lijf. Dan blijven we nog een rustige in- en uitademing hier. En dan laat je langzaam één voor één je voeten teruglanden in de mat. En dan had je nu dat kussen of dat bolster onder je. Dan lift je je heupen en dan schuif je dat bolster of dat kussen zijwaarts bij je vandaan. En dan schuif je langzaam je rechter en je linkerbeen één voor één over de mat bij je vandaan. En misschien eindig je wel in die starfish pose. Voeten wijd uit elkaar. Armen omhoog. Schouderbladen mooi zwaar. Kantel in het bekken. Laat los in je voeten, in je handen. Misschien kom je naar een gewone savasana. Met je voeten mooi zijwaarts vallend.
en je armen in een wat kleinere V of een grotere T. Ogen zacht, opnieuw gesloten, voel na door je lijf heen. Voel na wat de houding die totale ontspanning doet met je lijf. En opnieuw weer even alle prikkelingen, alle sensaties waar van de houdingen en de bewegingen die we net gedaan hebben. En laat je lijf dan weer even helemaal met rust. Ontspan en verzwaar zoveel als je kan. En je tenen naar je voeten, naar je enkels, je kuiten, je schenen, knieën, bovenbenen, billen en bekken. Lage deel van je rug, de zachtheid van je buik. Het bovenste deel van je rug, ruimte en zachtheid van je hart. Ontspanning bij je schouders. Verzwaring naar je armen, naar je polsen, je handen en je vingers. Lengte over de wervels in je nek. Zachtheid en ruimte rond je keelgebied. Achterhoofd zwaar, gezicht nog steeds zacht. Een frons op je voorhoofd. Wangen, lippen zacht, kaken ontspannen. Je over aan de houding en de zwaartekracht. Laat alles aan gedachten en gevoelens rustig komen en ook weer gaan. En wordt het vanuit daar weer onrustig in je hoofd of in je lijf. Dan keer je weer terug naar het voelen van het zwaar wegen van je lijf naar de mat. En laat je steeds opnieuw een diepere laag los. Alles los wat je los wil en kunt laten. En geniet even bewust van het moment in de rust. Alles even laten zijn. Zoals het is. Vanuit die totale ontspanning breng je dan de aandacht langzaam terug richting die adem. Die je met kleine beetjes steeds een beetje meer verdiept. Met het langzaam actiever worden van de adem breng je ook rustig de beweging terug in je lijf. Maak je kleine bewegingen ver bij je hart vandaan. Wiebel je iets met je tenen, beweeg je iets met je veers. Misschien rek of strek je je wat uit of rol je rustig iets naar links of rechts. Blijf je heel bewust navoelen in de verstilling. Of rol je rustig door naar die rechterzij en blijf je daar een moment. De ogen nog steeds zachtjes gesloten, de aandacht nog steeds bij jezelf. Adem langzaam maar diep in door je neus. Geef het weer rustig weg met een zucht door je mond. Adem langzaam maar diep in door je neus. En geef het weg met een zucht door je mond. Laatste keer. Adem langzaam maar diep in door je neus. En met die zucht laat je alles los wat je niet meer kunt of wil gebruiken. En op je eigen tempo kom je dan langzaam overeind. Totdat je weer zit. Met een kruising in je benen. Laat je je handen zachtjes landen op je knieën en je bovenbenen.
Zoek je rustig aan weer een beetje meer de lengte over de wervels in je rug en je nek. Kruin weer iets op. Iets zachter in je gezicht. Wieg je een beetje heen en weer. En voel je even na. Door je lijf heen. Eindig het in de houding zoals je ook aan je practice begon. Inadem met armen langs je oren hoog. Boven je hoofd, vingertoppen samen. Eindig je rustig terug met handen en kin naar je borst. Duimen naar je borst, ben je hart erachter. Buig je hoofd naar je hart. Adem je nog één keer langzaam in door je neus. En geef je langzaam weg met een zucht door je mond. Dank jullie wel voor het samen doen van deze yin practice. Blijf lief voor je lijf. Zorg goed voor jezelf en elkaar. Namaste. Rol omhoog als je zover bent. Kruin weer iets op. En open als laatst al zachtjes je ogen. Dank jullie wel. Ik hoop dat de practice je rust en ruimte heeft gebracht. En dat je vanuit hier weer een beetje meer energie hebt. Of juist als je hem 's avonds hebt gedaan, lekker kunt slapen. Tot de volgende keer. Bye bye.